Ik ben Jan Schildbroer, ik ben bestuurslid sinds 3 jaar van het Drukkerijmuseum. Het museum vertelt de geschiedenis van de communicatie. Vanaf het spijkerschrift, lodedrukletters, zetmachines en een leuk handboekbinderij. Het museum is bijzonder en uniek omdat de machines die hier staan ook daadwerkelijk werken voor de bezoekers, zodat ze echt een indruk kunnen krijgen hoe het vroeger werkte. Waarom zou je het Drukkerijmuseum in Meppel moeten ervaren om de geur van drukinkt binnen te krijgen? En er zijn ontzettend leuke mensen bezig en die laten je van alles zien en laten ook heel veel zelf doen.